je moet weten dat wij hier, op, het is geen podium, maar ja, toch op het podium staan, allemaal allochtonen zijn eigenlijk. Wij zijn allemaal afhankelijk geweest van de gastvrijheid van Nederland. Hoewel die niet altijd, ja, even mooi was. En, dankjewel, Guus. Ik heb daar wat over geschreven in een boek, een klein boekje, wat in 1983 verschenen is en wat onlangs door mijn uitgever opnieuw is uitgebracht. En daarvoor heb ik een voorwoord geschreven. En daar wil ik u de allereerste zinnen van voorlezen. Ik heb hier niet zoveel licht, dus misschien mislukt het. Maar wie weet. Begin 1980, lang geleden, werd ik door een kennis van een kennis uitgenodigd hem te vergezellen op een reis naar India. In die tijd speelde ik in Doe Maar, de Nederlandstalige muziekgroep die ik in 1978 had opgericht. Ik bevond mij in wat ik mij nu en iedereen met mij zonder moeite zou herkennen als een identiteitscrisis. Tussen de stapels fanmail, covers en posters waarop ik mijzelf aanstaarde, was ik mijn eigen identiteit, zo ik die al had, volkomen kwijtgeraakt. En op mijn zoektocht naar houvast had ik met mijn Indische achtergrond het idee opgevat dat er ver weg een land zou zijn waar ik mij thuis kon voelen. Dat land moest uiteindelijk Indonesië zijn, het land van mijn vader. In het land waar ik ben geboren, geen berg aan de horizon, alleen ivoren torens. Rumasaya, Rimala, Rumasaya. Bukan buketite, pirangi di pratya. Iri pratya, bukanku ketite bilang di saja benteng-benteng dari saja. Dan verlang ik naar een ander huis. In het land van mijn vader, maar daar zal ik een vreemde zijn. In het land van mijn vader, Rumasaya, Dimana, Rumasaya. Bukan buketite, bilang ini praja, ini praja. Benteng-benteng garing saja.